Haha, dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe Vraag en Raak Show. Jordi de Ron, hij heeft een rekensom en ik heb nog niet uitgerekend. Wat is 1 plus 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 1 min 6 keer 3? Waarschijnlijk is het 0. Nee, wacht. 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 min 6. Dat is min 6. 4 keer 3 is 12. Maar... eerst die 6 keer 3 doen. Ja, want dan is dat 18. En dan is dat... Hoe hadden we? 2, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maar het is geen mingetal. Er is volgens mij van... Je moet eerst keer of eerst 12. Min. Dus zeg maar 10 min 6 keer 3. Ja, dat is 12. Is het min 8 of is het 12? Ja, dat zeg even in de comments. Leuk. Iemand zegt eronder ook... Robbie Nash zegt min 8. Ja, heb ik gelijk. Misschien heeft Robbie Nash niet gelijk. Wel. Maar ik zei eerst ook min 8. Robin Dijs heeft het uitgerekend. Is dat ook min 8? Zullen we het uitrekenen? Ja, pak de rekenmachine. Dit is echt pittig. Awesome. Papa. 10 min 6. 10 min 6. 3 is min 8. Zei ik eerst ook. Ja, maar toen bedacht je en toen zei je van... Want het kon... Ja, maar het kon... Inderdaad, je moet dat bij elkaar zien, maar het kon ook... Even tot 12 zijn. Nee, dat, okay. Dat is de... Aaron Vonkeman. Vonkeman. Yo. Ik wilde wat vragen. Wil jij Venmo gaan doen en dat iedereen iets kan sturen aan jou? Kan je dat regelen? Nou, ik kan je heel eerlijk vertellen. Dat kost 100 euro per maand. En dan kan je een postvakje huren bij de postkantoor. 100 euro per maand is een beetje te veel, vind ik. Ik krijg niet heel veel fanmail. En voor iemand zoals Bardo of Thomas, bijvoorbeeld, die zou het makkelijk kunnen doen, want die krijgen waarschijnlijk elke dag misschien 10 brieven bij wijze van, weet je. Die hebben stapels, maar dat is niet nodig voor mij. Maar die willen ook denk ik niet hun adres weggeven. En 23 juli, boy, dus, waar heb je Roby ontmoet? Sorry als ik een naam heb geschreven. Nou, Roby schrijf je gewoon goed. R-O-B-I-E-E-E-E. Dat is de Minecraft-naam. Ja. 1-1. Nou, Roby heb ik op internet ontmoet. Heel toevallig. Ja. Misschien een beetje... Vind ik altijd heel triest. Als je zegt van ja... Wij hebben haar ontmoet. Ja, op internet. Ik had liever haar inderdaad. Maar dan ook nog via Minecraft. Nog erger. Maar weet je wat is? Dat... ze woont zo ver weg. Je kan haar niet echt in het echt ontmoeten. Of je zou elkaar in een pretpark moeten ontmoeten. Maar dat is... Het gaat erom dat je elkaar hebt ontmoet. Ja, niet waar. Absoluut. Al was het op de top van een asfaltberg. In een straat in Oekraïne. Ja, weet ik veel. Oekraïne. Mark van Oosterhout. Hallo Mark, leuk dat je een vraag hebt ingestuurd. Hallo Mark, hoe gaat het met je? Ja, het gaat wel goed. Misschien heeft hij zo'n stem, dat weet ik niet. Maar hij was niet beledigend hoor, hij was niet beledigend. Ja, misschien had hij wel zo'n stem. Nee, ja, kon ik gewoon. Dat is dezelfde. Oh. Vincent, hoe ben je op het idee gekomen om in Minecraft Disneyland na te bouwen? Wat heeft je geïnspireerd daarvoor? Wat is het hele idee achter Disneycraft? Tell me and I am happy. Ik weet niet, ja, we hebben het wel eens een keer beantwoord. Ja. Ik ben helemaal gek van pretparken vanaf jongens af aan. En Disneyland. Ik heb het echt een keer verteld in de video's. Misschien moet ik er een officiële video van maken. Heel kort uitgelegd. Ik was op een survival server. Ik kreeg rechten voor creative. En dat was eigenlijk niet de bedoeling. Maar ik wou het heel graag naar enig aandringen. Toen heb ik grote pixel arts gemaakt. Toen ben ik naar grote projecten gegaan. Heb ik een groot huis gemaakt. Met een soort villa met trappenstelsels. En daarna kwam het kasteel van Disney. Heel lelijk. Maar het was wel echt hyper groot. Kleine Main Street achter gedaan, zag niet uit, allemaal van wol gemaakt en in alle kleuren die je maar kan bedenken. Attractie ingemaakt met traincard, niet de plug-in, maar gewoon echt nog met redstone aangedreven. En dat is, die map heb ik gekregen even later, omdat ik er veel tijd aan heb besteed. En dat was helemaal niet de bedoeling dat ik dat online zou delen met anderen. Maar toen heb ik gezegd van, ja, ik zet dat gedeelte af, waar anderen niet mogen komen. En daar bouw ik gewoon verder aan een compleet of een wat groter Disneypark. En toen kwam dus de mogelijkheid van mij om het online te zetten. Dus het is eigenlijk spontaan omdat ik een project wou starten eigenlijk. Bram heeft het complete verhaal uitgelegd eronder. Nee, wat ik net heb verteld, ja. Oh shit. Wow, en Bram weet het uit zijn hoofd. Nou,
Lees je comment, hij heeft al beantwoord. Jelle Games vraagt, wil je een keer helpen met mijn server port forwarding? Dat weet ik niet hoe dat werkt. Roy, bedankt voor de gaaf. DC Games, dat is Dennis en Jens. Mag ik medewerker worden? Nee. Nee. Dat zijn vragen die 100 keer worden gesteld, waar we mailtjes over krijgen, niet normaal. We nemen gewoon even geen mensen aan. Ik weet niet hoe het nu ervoor staat als je deze video kijkt. Maar ik denk nog steeds dat we gewoon een vast groepje hebben en dat daar heel moeilijk mensen, dat we er heel moeilijk mensen wegschoppen eigenlijk. Want dat willen we eigenlijk nooit hebben. Maar we zullen ook zo weinig mogelijk aannemen. En sorry hoor, ik heb trouwens geen vragen van jou. Ik had gevraagd aan Robby en mij, maar niemand vraagt. Anders beantwoord jij gewoon een vraag. Wow. Robby, Duke07, die vraagt een hele mooie. Wat vond je van Disneycraft 1.0? Ik vind dat Robby jij lekker mag beantwoorden. Wat ik van Disneycraft 1.0 vond... Toen we net begonnen waren met Disneycraft, vond ik het natuurlijk heel mooi. Want wat je wel ziet van... Vooral als je nog niet zo lang Minecraft speelt, is het best wel wat. Als je grote gebouwen maakt en zo. En niet alles opdrinken. En toen is het steeds mooier geworden met meer medewerkers. Ja, echt vooral de medewerkers hebben het heel erg opgeknapt. Het niveau van bouwen is echt van hier tot daar gegaan. En het is echt ongelooflijk. En 2.0... 1.0 vond ik wel heel leuk. Wat een grote slok. Ja. Ja, wat 1.0? Ja, 1.0 was gewoon hartstikke gaaf. Nee, ik vond 1.0 hartstikke leuk met het Ridderdorp en zo. Maar ik vond 2.0 leuker. 2.0 was zo veranderd. Ik ben helemaal verslaafd van 2.0. is ook heel... Het is het begin van de server en 2.0 hebben we hebben alles zo opgeknapt en alle huisjes aangepast. We hebben de hele server eigenlijk opgeknapt. Alle paden zijn ook compleet veranderd. Er zijn nog wel een paar paden gebleven, maar voor mij hebben we bijna compleet alles nieuw gebouwd. Het was ook heel raar om te zien, de map. Het was gewoon één kale vlakte. Sommige stukken was één kale vlakte geworden. En het was heel raar om te zien. Maar het was wel leuk om ons team zo gigantisch hard bezig te zien. En fantastisch. Ben Virginie. Ja, Virginie.